tijd voor de magiërs. Goedemiddag allemaal en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Let's Play Final Fantasy 9. Ik ben er weer, jullie enige in echte zeep. In de vorige aflevering hebben wij de Ark in Uilvert. Hebben we verslagen. We hebben de Gulux zo te pakken gekregen. En Kuja probeerde onze andere vier helden een kopje kleiner te maken. Maar dat is gelukkig mislukt dankzij onze kikker, de Sid. Sid de kikker. Oké, we moeten hier dus zeg maar een soort van uitgang zien te vinden. En we moeten ze allemaal, want er zitten dus valstreken. En we moeten ze dus allemaal aan zetten. Dat is onze enige hint waar we, die we mee hebben gekregen. Maar ja, dit is de Desert Palace. En hier hebben we dus zeg maar kaarsjes. En die moeten we aansteken. En dan hebben we hier... hebben we de Offering of Power. Nou, leuk. Willen we. En elke keer willen we de Bloodstones. Die willen we dus zeg maar uitschakelen. En dan krijgen we ook nog eens een keer een leuk item ervoor. En we hebben random encounters. Nou, zitten we hier alleen maar met mages. Dus zijn we heel erg afhankelijk van MP. En... ze houden nogal veel van silence te geven. Er zijn dus weer nieuwe vijandjes, hartstikke leuk. Doe jij je holy nog eens een keer. Die vinden we leuk. Wie is dit? Doe jij Leviathan. Doe jij die eens even laten zien. Dat is hartstikke leuk. Doe jij maar even eten. Misschien dat we er eentje kunnen eten. En zo niet. Dan doen we gewoon bio op allebei. Hoeveel schade doet dit? 5.355. Nou, dat noem ik nog eens een flinke schade. Het is niet de 6.000 die je eerder hebt gehaald, maar dat maakt niet uit. Goed, ze proberen dus van alle status effecten zeg maar op je te gooien. Zoals hier zien we poison. Gelukkig zijn we er tegen bestendig. En... oh! Oké, tsunami gaat werken. Ik weet niet waar in één keer de tsunami vandaan moet gaan komen, maar dat maakt niet uit. Ik bedoel, we hebben het nog niet gezien. Zo, jullie inhuren om te surfen. Natuurlijk komt gewoon binnenvallen in een massief solid gebouw of zo, weet ik veel. Maar 2222. Of zoiets, 2244 of zo, ik weet niet. Ja, de touwler, ga jij hem nou finishen? Ik hoop het niet. Ja, dat was het wel. Ja, Eat wordt nou een stuk moeilijker gemaakt. Dat wel. Maar ja, dat maakt niet zoveel uit. Ik bedoel, serieus. Dus locomotion, regen, auto reflex. Zie je dat er heel veel geleerd is. En aangezien dat we heel erg veel langs de equipment scherm gaan, zal ik alleen maar de nieuwe wijzigingen laten zien. Dat is toch een stuk sneller. Oké, ik geef Shoni de Pearl Rogue, zodat ze reflect 0 kan leren. Volgens mij zorgt dat ervoor dat als er een reflect aanval op haar wordt gedaan, dat ze dan zeg maar geen schade meer daarvan zou krijgen. De touwler die krijgt eventjes de running boost vanwege auto haste, die is altijd handig. Ik geef Erwin hier toch maar heel eventjes de power vest, omdat dat geeft veel meer strength en defense. Dus ja, en gamble defense, ja, die zijn we al aan het leren via Twist Headband, maar dat maakt niet zoveel uit. Bij de touwler gaat Ed Status heel eventjes uit en gaat Loudmouth aan, zodat hij dus niet gesilenced kan worden. En ik denk dat we het daarbij laten met de equipment. Oké, nou. Laten we maar eens eventjes kijken of ze allemaal kunnen uitschakelen. Goed, dit is interessant, want je moet namelijk de duivelhoofdjes van elkaar weg laten kijken. Zodat hier de weg open zal gaan. En dan vraag ik mij af, is er nou een secret to everybody of moeten we naar hier eigenlijk naartoe? Nee, dat is de route waar we naartoe moeten. Nee, dit is een secret to everybody hier. Oké, nou, secret to everybody. Als dus de duivels niet naar het engeltje kijken, dan komt er dus een trap of iets. Oké, krijgen we dezelfde vijand of nieuwe vijand? Ik weet het niet, laat maar zien. Ja, die hebben we eigenlijk al gezien, maar dit keer moeten we met magiërs aanvallen. En het grappige is... ja... je hebt die aanstaan. Als we dus zeg maar roze... dit kan vervelend gaan worden. En als ik ga stop doen. Oh boy. Ja, de enige aanvaller die we op dit moment eigenlijk hebben is een beetje zeg maar... ja, Erwier, die kan goed aanvallen met zijn vork. Daarom staat hij ook naar voren toe. En ja, hij doet niet echt zoveel schade. Maar ja, op het moment dat ze dus zeg maar bovenaan staan, hebben we dus wel een groot probleem. We moeten even een remedy gebruiken tegen Zelda in verband met stop.
Ik wou dat we nou... op zijn minst... hebben hier camera aanvallen. Oh, we hebben er al een twee die gestopt zijn. We moeten remedies gaan gebruiken, anders zitten we met een probleem. Oké, Zelda is weer terug. Die kan er eventjes... Remedy. Daar hebben we hem al. Oké, die kan weg. Shawnee, die gebruiken we daar heel eventjes. Command. Oh. Oké, nou, we hebben er eentje in ieder geval. Die is nou bio. Ik haat stop. Stop nou eens met iedereen te stoppen. Verdorie. Oh, gelijk terug naar Magic Attack Blue. Daar word je ook niet vrolijk van. Ja, val maar aan dan gewoon. Dit gaat lang duren zo. Ik kan ze namelijk zo niet aanvallen, want het nadeel is als blauw bovenaan staat en je gebruikt de magische spreuk op hun, dan doet dat bijna geen schade. Zoals je ziet, Bio doet dat maar 450. Terwijl dat hij normaal gesproken over de 1000 heen doet. Hij blijft maar gewoon die magische aanvallen. Hij kan hem maar zo... Niet meer. Hier heb ik niet genoeg. Oh. Val aan. Doe iets. Kom op, doe je holy. En jij hield, je moet niet slaan. Oh boy. Juist. Opdonderen. Oh, deze beesten zijn zo vervelend. Tjongel. Oké. Nou, misschien kunnen we een keertje weer in. Jij moet niet slaan! Jij ook maar een keer weer aanvallen dan. Oh, nou ben je overgegaan naar rood. Nou, ik vraag mij af, kan ik nou iets doen misschien? Pats. Evier is wel gesloten, dus moet wel even wachten. Ik ga het gewoon proberen. En anders Black Mage. Towler. Bio. Ah, we konden het in ieder geval wel, maar we hebben er niks van geleerd. Maar dat maakt niet uit. Het was een zwaar effect. Dat kan ik jullie wel vertellen. Goed, we hebben in ieder geval gewonnen. Dat is het belangrijkste. Nou, zoveel experience krijg je er niet van. Hun hebben helaas niet zo'n handige farm dinges als die team 1 eigenlijk had. Dus... Nou ja, maakt niet uit. Laten we de trap verder op gaan lopen. En gelukkig hebben we die vijanden nou verslagen. Dan zul je net zien tot dadelijk de volgende random encounter weer precies dezelfde vijanden zijn. Als dat gewoon gaat beginnen. Ik ga heel erg hard gillen. Nou ja, dat zou ik maar niet doen. Want anders krijgen jullie een... mensen die een headphone hebben, die... Wat kunnen die gevechten lang duren? Dat is gewoon vervelend. Goed. Als we hier dus zeg maar aankomen, dan kunnen we hier... deze aanzetten. En dat is voor later is dat heel erg belangrijk. Dacht ik. Tenminste, dat weet ik niet zeker. Nou ja. Goed. Dus nu gaan we naar de locatie. En het is een beetje puzzelen hier. Dus hou je van puzzels? Dan heb je hier een kistje. Ik zei, dan heb je hier een kistje. Dank je. Gewoon openpakken. Fairy earrings. Ja, dat is lief. Dank je wel. Dat is volgens mij voor die level up. Dat weet ik niet zeker. Maar als we nou weer van die gasten tegenkomen. Ik zeg, jezus, ik ga huilen. Oh, gelukkig. Ben zo terug. Gelukkig zijn die vijanden niet zo moeilijk om te verslaan. Goed. Nou, naar die puzzelkamer toe. Nou, zoals ik al zei, dit is een puzzelkamer. Hier moeten we ze dus technisch gezien allemaal aansteken. Nou, als je deze dus zeg maar aansteekt, dan zie je dus zeg maar tot sommige dingen veranderen. Zoals deze deur, die gaat hier open. Zetten we deze aan. Dan gaat die andere deur daar open. En zetten wij deze hier aan. Dan gebeurt gewoon helemaal niks. Goed. Laten we eens even kijken wat er gebeurt als wij naar die andere kant toe gaan. Hier, oh. En als we ze hier allemaal aansteken. Gaat die deur dicht, oké. Hiermee gaat die andere deur natuurlijk ook weer dicht. Juist. En... dat is vervelend. Zo kan ik ze toch... Ik moet... Ik moet om... Ik moet... Dit! Ik moet dit
er doorheen kunnen. Oh, laat die deuren gewoon heel eventjes openstaan. Nou, in ieder geval, die steen die we daarboven zien, die kunnen we later pakken. Dus daar komen we van eigenlijk wel, want we kruipen eigenlijk steeds hoger omhoog. Dus, oké, nou, dan zetten we deze even aan. Oh, kijk, nou, toch is, nou zijn ze allebei weg. Kunnen we hem al aansteken? Nee. Oh, dan moeten we deze twee aanzetten. Dan gaan die deurtjes weer dicht. Kunnen we hem aansteken? Dan gaat waarschijnlijk daar de deur open. Tenminste, daar ga ik vanuit. Oh, dat gaat puzzelen allemaal, joh, echt. In plaats van dat het nou constant alleen maar battle is, gelukkig word je hier niet doodgegooid met random encounters, maar in plaats van dat het alleen maar battle is, heb je dus ook zeg maar puzzels die je erop moet lossen. En dat is dus op zich wel leuk gedaan. En we worden ja, we krijgen een beloning. De offering of power. Ja, die willen we hebben. Wees daar. Een anklet. Nou ja, die hadden we al genoeg, maar blijkbaar wou ze nog eentje dat we die zouden hebben. Dankjewel. Dat is altijd handig. Oké. Oeh, nieuwe vijanden. Ringmasters. Tenminste, ik geloof dat dit de Ringmasters zijn. En oh, fijn. We hebben een back attack. Deze vinden het nogal leuk om Mustard Bomb op je te doen. Dit zorgt voor een heat status. Op het moment dat jij dan beweegt met dat karakter, gaat hij instant KO. Dit is nogal vervelend. Daar willen we dus vooruit kijken. Tenzij dat zijn body temp aan heeft staan. Die heeft ze gelukkig aan staan. Oké, weet je wat? Wij doen nog een keertje een... waarom ook niet? Doe jij maar weer je Holy. We beginnen dadelijk wel een ronde met Eaters. Dus... En doe jij eens een keertje water. We hebben nog geen water gezien, dus doe dat maar eens een keertje. En doe jij eens voor de grap even kijken of je dan kan eten na al die aanvallen. Lijkt me hartstikke gezellig. Oké, dat was de tsunami. Ik ben blij dat Zelda nou een beetje... Ik heb wel heel vaak die melding namelijk gehad van ik kan niet concentreren. Want wat dat ons probleem is. Ik bedoel serieus, als je niet werkt en vecht, dan ga je dood. Dan overleven we dit niet. 6000 schade, holy, is echt een van de geweldige aanvallen. Als jij gaat aanvallen, gooi jij er weer maar aan. Oh, hij is al dood. Ook goed. Nou ja. Beter kunnen we het niet hebben. Gamble defense heb je geleerd. Nou, daar ben ik alleen maar blij om. Volgens mij was het niet echt veel dat je nou op dit moment kon leren, dus oké, nou laten we maar eens even kijken waar dat deze nieuwe route ons naartoe brengt. Hier heb je een... Is dit een kaars? Nee. Moet hier ergens een kaars zitten? Zit hier dan misschien? Hallo? Ik weet het niet! Dit vind ik eigenlijk best wel vreemd. Ik weet zeker dat hier ergens een kandelaar zat die we aan kon steken. Waardoor dat... Hun... Hij ging oplichten. Even een seconde, ik ben zo terug. Daar zat hij! Ik wist dat hij ergens zat. Er zit daar gewoon een heel klein kaarsje. En die was ik gewoon bijna vergeten. Oké, offering of power. Wat waren we bijna vergeten? Shield armor. Ah, die hebben we al zat. Maar maakt niet zoveel uit. Ik bedoel, waarom ook niet. Weer een encounter. Joepie. Echt die beesten met een... ja. Magic buff. Oh, die zijn vervelend. Goed. Hier eventjes deze mooie... Serieus, van... Paleis in de woestijn is het best wel een mooi paleis eigenlijk, zoals je al die lichtjes aanzet en alles. Oké, wat hebben we nou weer voor vijand? Oh, verdurie! Nou hoop ik eigenlijk dat Shauni ook half MP kan leren, aangezien dat... Holy is nogal duur. Oké, nou dit is best wel een interessante puzzel. Wat we hier moeten doen is, we moeten namelijk al deze... boekenkasten... Die moeten we omhoog zien te krijgen. En volgens mij konden we dat doen door de kaarsjes aan te steken. En als ik me niet vergis, moeten we beginnen met deze. En dan moet ik hier naar boven toe. Oh, wacht. Nee, dat laat een trap verschijnen. Oké. Okay. Dan gaan we eerst die trap op. En dan hebben we hier een kaarsje. Ah, en hier hebben we een deur. Dit is namelijk een deur die je ook makkelijk over het hoofd kan zien. Omdat je hier dus zeg maar de, nog een... Offering of power, oftewel weer een item te pakken kan krijgen. Dit is belangrijk namelijk voor de baas die we tegen gaan komen. En Kai Armlet, die hadden we ook al een paar, maar dat maakt niet uit. Hoe meer hoe beter. Oké, nou dan willen we, als ik me niet vergis, de volgende openen. Dat is hier. Waarom kreeg ik hier eigenlijk een uitroepteken? Oké, ja, nou wat zit hier? Oeh. Nice. Oké, hebben we hier nog iets?
Oh, reflectie van een van de ramen, denk ik, of zo. Ik weet niet precies. Het is echt puzzel me dit, puzzel me dat. Dus ja, veel gepuzzel. Oké, nou, en als we dan deze aantrekken, of aantrekken, aansteken hier. Ik vraag me eigenlijk af hoe Shawnee dat eigenlijk doet, terwijl dat de touwen degene is met vuurspreuken. Dus ik word er geest van. Horen jullie daar? Oké, die middelste nog eventjes aansteken, want we moeten ze allemaal aansteken. Tenminste, dat was de hint die we hebben gekregen. En dan is deze deur hier open. En hier hebben we een Moxam. Hebben we een brief van Moxam? Ja, die hebben we zeker. Ik ben zo happy. Blijkbaar door de rumor, Saleskin is in een quest om Mogne te vinden, want die stopt met functioneren. Ik wil zeker dat Saleskin het zal vinden hoe dat de waarheid in elkaar zit. En waarom is Artemision gestopt met mail te stoppen? Er moet een reden zijn. Ja, daar komen we nog wel op. Oké, doe maar even een tent voor onze MP. En ik weet het, we zitten maar een kwartiertje in deze aflevering. Maar deze gaat eigenlijk best wel snel. Dus wil ik het eigenlijk laten bij deze aflevering. Sorry jongens. Maar in de volgende aflevering gaan we dus verder in Kutja's paleis. En hoop ik dat we er dan ook mee klaar zijn dat we weer ons eigen team samen kan stellen. Want echt serieus, alleen magie en alleen melee is niet echt een favoriete combinatie voor mij. Dus, heb je een leukste momentje of vragen over deze aflevering? Laat het weten in de reacties als je daar tijd voor hebt. Laat een like achter als je daar natuurlijk tijd voor hebt. En ik hoop jullie morgen allemaal te zien. En ik beloof jullie morgen wel weer een boss battle. Vooruit dan, omdat jullie het zijn. En jullie zijn awesome. Jullie zijn de beste zeepjes die een Zelda player zich kan wensen. Klinkt nog wel raar zo. Ja, ik noem jullie tegenwoordig zeepjes. Tenminste, daar ben ik mee begonnen op Facebook. Maar goed, bij dat, dank jullie wel zo voor het kijken. En morgen weer een nieuwe aflevering. Dus, tot dan. Doei!